Dag dames en heren, we kunnen terugkijken op een mooie dag met veel zonneschijn. Ja, en dat betekende automatisch al vanochtend vroeg een fraaie zonsopkomst. Zoals hier in Rotterdam West, een mooie blauwe lucht. En ja, de wind die ging ook liggen en dat betekende in het oosten van de regio temperaturen aan de grond tot maar een halve graad boven het vriespunt. Als we kijken naar de komende nacht, neemt de bewolking toe. Blijft wel vrijwel overal droog. Temperaturen 4 graden in de buurt van Gorinchem, 6 graden aan zee. En wat opvalt, is dat de Zuidwestenwind flink in kracht gaat toenemen. Langs de kust tot krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Ja, dan morgen overdag, de vrijdag, of weer de laatste dag van de werkweek, is een grijze dag. Het blijft meestal droog, maar in de middag en avond zou er lokaal een spatje regen kunnen vallen. Maar dat zal allemaal niet veel voorstellen, denk ik. Temperaturen wat hoger dan vandaag, tot 11 graden. En wat opvalt, beste kijkers: er staat veel wind. Een krachtige tot harde wind aan zee, windkracht 6 of 7. Met langs de kust kans op zware windstoten, tot 75 kilometer per uur ongeveer. Ja, en dan de zaterdag passeert een actieve storing met flink wat regen mogelijk tot 15 mm en de maand is al zo nat. Over de hele maand januari in Capelle aan de IJssel is er al 160 mm gevallen tegenover normaal gesproken een millimeter of 70. Ook flink wat wind zaterdag, die draait erbij naar het westen. In de nacht naar zondag en zondagochtend ook periode met regen. Zondagmiddag moet het wel wat droger worden, een graad of 11. De wind die zwakt ook wat af. En begin volgende week licht wisselvallig, soms een beetje regen, maar de droge periode lijken de overhand te hebben. En temperaturen aanhoudend in de dubbele cijfers, zo'n 10 tot 12 graden. En wellicht op maandag ook een stevige wind. Ik kreeg nog een weerfoto van Elisabeth de Groot uit Rotterdam. Met een foto genomen bij de Kralingse Plas. Maak je ook mooie weerfoto's? Stuur ze lekker in naar weerfoto.rijmond.nl. Ik wens je nog een prettige dag.